Goedemorgen allemaal. Het regent een klein beetje in de Efteling. En wij zijn om die reden een kijkje gaan nemen in ja, alle wonderbaarlijke pythons, achtbanen en vreselijke kurkentrekkers, loops en wat veel meer. Ik vind het een buitengewoon interessant onderdeel van de Efteling. Persoonlijk hou ik meer van het Sprookjesmuseum. Vinden jullie het leuk om in dit gebeuren te gaan, jongens? Ja! Goed zo. Nou, dan zou ik willen voorstellen... Wat? Meekomen. Wat zeg je? Meekomen. Nou, dat lijkt me geen goed idee. Ik denk dat het verstandig is. Jij moet meekomen. Wat zeg je? Jij moet meekomen. Nee. Ik denk dat het verstandig... Chris, hé, hey, ik zie daar mijn goede vriend van de Saltos Mortalis. Jongens, ik heb een goed plan. Als jullie nou de wagentjes ingaan, hè, zo. Nog een keer. Ja, ga maar eens lekker de wagentjes in. Dan ga ik zo meteen even praten over Saltos Mortalis. En dan gaan ze even trekken. Oké. Dag. Nou Lex, jij kwam echt op tijd. Die kinderen waren nou terecht aan het vragen of ik mee wilde gaan. Maar ik vind dat dood. Ik ben waarom nou? Dat weet ik niet. Ik vind het rustig staan al prettig genoeg. Wat fascineert jou daar nou aan? Mij fascineert de snelheid en de momenten waarop het gaat gebeuren. Het afglijden naar een diepte. En die kan wat mij betreft niet lang genoeg duren. Vervolgens het klimmen naar een steile hoogte. Oh. Het dan wat een klein beetje gewichtloos raken. Om vervolgens weer die diepte in te gaan. Maar wat we dan noemen thrill rides. Ja. De Python was de eerste, gebouwd in 1981. De Bobbaan was de tweede. Dat is niet eigenlijk een soort achtbaan, maar dat is een karretje wat vrij in een groot zich kan bewegen. Dat lijkt erop. Ja. En de derde en laatste is ons, is mijn lieveling, is de houten Pegasus. Hout is toch iets speciaals. Dat is een heel apart rij. Ik moet zeggen, als ik ooit in de verleiding zou zijn geweest, ik ben het niet voor de duidelijkheid, maar als ik ooit in de verleiding zou zijn geweest, dan zou het toch wel de houten zijn. Want die heeft iets, ja. Ja, iets veiligs, zou ik maar zeggen. Iets, en dan ga je ook niet in... Nee. Dat is meer opgebouwd uit wat wij dan noemen camelbikes. Ja, denk je dat? Ben ik van overtuigd. Ja, zal mij benieuwen. Ik ben toch blij. Zo jongens. Was het leuk? Ik moet nog een keer gaan. Ja? Dat dacht ik wel. Ja, goed. Nou. Je moet ook in. Nee. Het regent te veel. Ik ben een beetje bang om nat te worden. Ja? Laten we maar een beetje verder gaan wandelen. Kom maar mee jongens. De Bobbaan hier achter mij is vandaag precies 10 jaar oud. Het bijzondere van de Bobbaan is dat je in een echte bobslee, niet op een rails, maar echt in een Bobbaan, naar beneden zuist. Hij is meer dan een halve kilometer lang en de afdaling duurt dan ook meer dan 2,5 minuut. En de Efteling is natuurlijk als toonaangevend park ook bezig met innovatie. Innovatie betekent nieuwe ontwikkelingen. Zo'n Bobbaan maakt nog wel een beetje lawaai. En om het wat milieuvriendelijker te maken, dus minder lawaai, heeft de Efteling een uitvinding gedaan. Namelijk een bijzonder soort wieltjes die het geluid van deze Bobbaan behoorlijk minder maken. De Bobbaan, van harte aanbevolen. Ik sta hier bij de Python. Je gaat hier tenminste 4 keer over de kop en 26 keer in een soort kurkentrekker. Nou ja, of dat helemaal klopt, weet ik niet. Maar adembenemend is het in ieder geval wel. Of de oude heer Anton Pieck,
zo'n 40, 50 jaar geleden toen de Efteling begon dit heeft vermoed, dat weet ik niet. Het is in ieder geval een modern sprookje, gelijk aan videocaves en dergelijke dingen. Adembenemend, zei ik al, dat zeker. Eng maar, je moet tenminste 1,20 meter zijn als je in de Python mag. Dus groter dan 1,20 meter. Kieha! Na alle salto's, kurkentrekkers en ander achtbaangeweld is Han eventjes een kijkje gaan nemen op het Anton Pieckplein, waar hij een echte orgeldraaister tegenkwam. Dankjewel. Dankjewel. Centje van orgelman. Orgelvrouw. Centje van orgelvrouw. Centje van orgelvrouw. Centje. Dankjewel. Dankjewel. Centje van orgelvrouw. Zo, dat is heerlijk rustig zo, hè? Als die lantaarnpaal er nou niet geweest was, wat was er dan gebeurd? Dan was ik er waarschijnlijk afgevallen. Het is mijn hoogte oog, zeg. U bent? Piet Punsters. Van? Valkenswaard. Van deze rijwielvereniging? Ja, ja. Dan zou je misschien wel denken, dat zijn hele leuke racefietsen waar je mee door het veld kan. Maar eigenlijk zijn het hele antieke fietsen die ook stammen uit de tijd van... Dit is een fiets van 1877. Het is zelf nog iets ouder dan meneer Piet, dus dat kan je maar nagaan. Maar ja. Er zit wel een bel op, hè, hier zo. Ouderwets geluid, dat moet je horen, ouderwets geluid. Maar dan moet je hier naast eens kijken, dat is ook heel leuk. Mag wel even, Piet. Hier staat een meisje. En die heeft een veel kleinere fiets. Maar het lijkt me ook heel lastig om daar op te fietsen. Is dat moeilijk? Ja, best wel. Ja? Wat is er nou zo moeilijk aan om op zo'n fiets te fietsen? Nou, het opstappen en het afstappen, ja, dat is het moeilijkste. En je evenwicht houden. Val je vaak? Nee, nee. Gelukkig. Ik doe al 3 jaar op deze fiets rijden. Het heet een hoge wie. Wat vinden je vriendjes er nou van, dat je op zo'n gekke fiets fietst? Nou, ze zijn soms wel eens jaloers. Maar jij hebt ook een hele mooie zier, hè? Oh ja. En jij hebt het ook goed geleerd om erop te fietsen? Ja. Laat eens even zien hoe jullie samen op deze fiets gaan. Ik wil het wel even zien. Even kijken. Ja, 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 ja. Goed. Wat gaan we? Vroeger, heel lang geleden, had je vijvers met roeibootjes. Efteling is een wereld van tegenstellingen. Op een moment ga je 6 keer over de kop. En het volgende moment kan je zo rustig ouderwets roeibootje nemen. En daar heerlijk in spelen. Maar dit was Hort Vervolg vanuit de Efteling. Volgende week Hort Vervolg in de Efteling.